Samsung heeft woensdagavond zijn Galaxy S8 en S8 Plus gepresenteerd. De twee nieuwe telefoons die het in 2017 moeten gaan doen voor het bedrijf. Met als belangrijkste verschil dit nagenoeg randloze scherm. Waar Samsung eerder een S7 en S7 Edge met gebogen scherm uitbracht, is hij bij deze altijd gebogen. Ook nieuw is de slimme assistent Bixby, een stemassistent in de trant van de Google Assistant en Amazon Alexa. Die kan worden opgeroepen via deze knop op de zijkant van het toestel die speciaal daarvoor is gereserveerd. En omdat het scherm zo groot is, zit er geen thuisknop meer op de voorkant van dit toestel. Maar de vingerafdrukscanner, die is er nog altijd. Die zit hier achterop naast de camera. Die is wel een beetje moeilijk te bereiken. Als je linkshandig bent, gaat het nog net. Maar als rechtshandige moet je echt lange vingers hebben om erbij te kunnen. Gelukkig zijn er nog alternatieven. Er zit een iris-scanner aan de voorkant van het toestel. En je kan ook via de camera je gezicht laten herkennen. Allerlei opties dus om via biometrie deze telefoon te ontgrendelen. De Galaxy S8 gaat €799 kosten met een scherm van 5,8 inch. En deze nog grotere S8 Plus met een scherm van 6,2 inch gaat voor €899 over de toonbank. Beide toestellen verschijnen eind april in Nederland.